grens van Amsterdam en Amstelveen is in enkele jaren tijds een complex flatgebouwen verrezen, bestemd voor studenten van de Vrije en de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Daarbij is tevens gedacht aan allerlei centraal liggende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een stalling voor fietsen en bromfietsen. In Uilensteden, zoals het complex heet, vinden tussen de 3.000 en 4.000 studenten een onderdak. Sommigen zijn overigens met hun vervoermiddelen nogal voorzichtig. De studenten betalen voor hun kamer 110 gulden per maand. Een huur die zo laag kan zijn doordat de kamers gesubsidieerd worden. In kamers in de binnenstad in Amsterdam draait het er meestal op uit dat je 150 gulden betaalt voor een kamertje 6 hoog achter van 2 bij 3 meter zonder wastafel. En met de mededeling van je bent zeker in de weekenden wel afwezig. En vergeleken bij die situatie woon je in Uilensteden vrij ideaal. De kosten zijn gering en de vrijheid is groot. In elk blok komen alle appartementen uit op een smalle gang die de verbinding vormt naar de keuken. En dan zie je een gemeenschappelijke keuken. En die is wel erg klein voor 14 mensen. De plek waar je moet koken is heel smal. En dat geeft wel veel rommel en troep en al die dingen. Voor 14 mensen is dat echt te klein. Ofschoon er ook nog wel andere bezwaren zijn, bijvoorbeeld tegen de slechte busverbinding met de stad, zijn de meeste bewoners van de studentenflats wel tevreden met hun woonomgeving, die naast een wasserette ook nog een winkel heeft, een sporthal en een sociëteit met café. Eén student vatte de voordelen als volgt samen. Als je in een stad op kamer zit en je kent niet zoveel mensen, je bent niet zo uitgaanstype, dan is er echt een grote vereenzaming. Je zit de hele tijd alleen op je kamer. Terwijl in Uilensteden word je altijd wel meer sociaal voelend en krijg je meer sociaal contact dan in de stad. En dat vind ik een heel belangrijk pluspunt.